Ja, jongens, bij deze sport is het niet alleen belangrijk hoe je gedraagt binnen de ring, maar ook buiten de ring. Ja, dat betekent dat je een beetje let op je gezondheid. Vroeg naar bed, niet roken, niet drinken. He, ga maar door. Hé, hey, ziet nog wel een beetje zitten. Ik wel. Ja, ik ook wel. Oké. Nou, dat betekent dat jullie van nu af aan, wat mij betreft, in de wedstrijdploeg zitten. Woe! Hey, weet je wat? Ik vind dat we dit moeten vieren, hè? Ja, is goed, maar ik moet alleen... Ik heb zin in warme chocolademelk met slagroom. Kom mee. Ik trakteer. Nou, oké, goed. Ga maar zitten, dan gaan we naar het winkelcentrum. Voorop of zo, zeker? Ja, dat kan best. Zit de Janke ook altijd. Pietje omver. Zie je wel? Wie neem je dan voor mij? Een glaasje omver. Hoi, pa. Dag, jongen. Hey, jongen. Moet je het laten zien? Strijkers, 30 stuks. Oh? Nou, daar wil ik een superbom mee maken. En jij gaat me helpen. Nee, daar heb ik geen zin in. Nou, kom nou, man. Je helpt nooit meer met iets. Je laat me telkens stikken. Wat ben je nou voor een broer? Oké. Okay. Ik help je mee, maar dit is dan echt de allerlaatste keer dat ik zoiets doe. Nog één keer en dan is het finito. Ga jij even naar mijn kamer en haal dat lege parfumflesje wat op mijn kamer staat. En uit de bovenste la haal je even roltape. Zo, en wat heb je in dat barretje gedaan? Het gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Hoezo, dat gaat me niks aan? Dat zeg ik je toch? We gingen gewoon wat drinken. Dus met haar heb je daar wel tijd voor en met mij niet? Nou, dat slaat ook weer nergens op. Dat staat wel ergens op. Je hebt nooit tijd om dingen met mij te doen. Doe dat flesje nou even zo vol mogelijk. Je luistert helemaal niet naar me. Ik ben even bezig. Jezus, man, wat is nou belangrijker? Strakjes, ja? Nee, niet strakjes. Ik wil nu. Nu wil ik met je praten. Wat mij betreft hebben wij genoeg gepraat. Wat doe je daar nou weer mee? Dat je je kop moet houden of op moet rotten. Meen je ook nog, hè? Ja, sodemiet er maar op. Ben je er nog? Goed, heb jij nog zo'n stukje lont voor mij? Ja, ik kan hier zo. Ja. Kijk, dat doen we nou omdat we ervan uitgaan dat veiligheid prioriteit nummer uno is. Ja? Je hebt soms van die gasten, die steken zo'n bom met een strijker aan, die sukkels. Die zie je dan later op tv, weet je wel, met een kunsthandje. Of op die posters en zo bij ons op school. Nou, en dan nog wat tape eromheen. Waar wou je die bom eigenlijk afsteken? Weet ik niet. Gewoon. Ergens. Weet je wat we doen? Ja. We steken hem af in de Vlietstraat. Wanneer? Met oud en nieuw? Nee, gewoon nu meteen. Dan valt toch het meeste op. Dan zullen die dweilers even lekker laten schrikken. Kunnen ze zien wie er hier het hardst kan knallen. Nee, absoluut niet. Jij blijft hier zitten en ik ga hem afsteken.
Behalve een duim en een wijsvinger zal Jorik ook nog een oog moeten missen. En hij zal een reeks van plastisch-chirurgische operaties moeten ondergaan. Toch heeft hij nog geluk gehad omdat hij een leren jas droeg. Zonder deze bescherming waren zijn organen door glasscherven geperforeerd en had hij het ongeluk waarschijnlijk geen eens overleefd. Door dit ongeluk zal hij zijn grootste passie, thaiboxing, nooit meer kunnen uitoefenen. Zijn zorgeloze leventje is ten einde. En voor het eerst in zijn leven zal hij zich moeten zorgen maken over hoe het nou verder moet. Ja jongens, bij deze sport is het niet alleen belangrijk hoe je gedraagt binnen de ring, maar ook buiten de ring. Ja, dat betekent dat je een beetje let op je gezondheid. Vroeg naar bed, niet roken, niet drinken. He, ga maar door. Hé, hey, ziet nog wel een beetje zitten. Ik wel. Ja, ik ook wel. Oké. Okay. Nou, dat betekent dat jullie van nu af aan, wat mij betreft, in de wedstrijdploeg zitten. Woe! Hé, hey, weet je wat? Ik vind dat we dit moeten vieren, hè? Ja, is goed, maar ik moet alleen... Ik heb zin in warme chocolademelk met slagroom. Kom mee. Ik trakteer. Nou, oké, goed. Ga maar zitten, dan gaan we naar het winkelcentrum. Voorop of zo, zeker? Ja, dat kan best. Zit de Janke ook altijd. Pichon, Peek. Chill. Wie neem je dan voor mij? Een glaasje, hoor. Hé, ik ben wel. Hoi pa. Dag jongen. Hé, hey, jongen. Moet je het laten zien? Strijkers, 30 stuks. Oh? Nou, daar wil ik een superbom mee maken. En jij gaat mij helpen. Nee, daar heb ik geen zin in. Nou, kom nou man. Je helpt nooit meer met iets. Je laat me telkens stikken. Wat ben je nou voor een broer? Oké. Okay. Ik help je mee, maar dit is dan echt de allerlaatste keer dat ik zoiets doe. Nog één keer en dan is het finito. Ga jij even naar mijn kamer en haal dat lege parfumflesje wat op mijn kamer staat. En uit de bovenste la haal je even roltape. Zo, en wat heb je in dat barretje gedaan? Het gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Hoezo, dat gaat me niks aan? Dat zeg ik je toch? We gingen gewoon wat drinken. Dus met haar heb je daar wel tijd voor en met mij niet? Nou, dat slaat ook weer nergens op. Dat slaat wel ergens op. Je hebt nooit tijd om dingen met mij te doen. Doe dat flesje nou even zo vol mogelijk. Je luistert helemaal niet naar me, hè? Mis. Ja? Je hebt soms van die gasten, die steken zo'n bom met een strijker aan, die sukkels. Die zie je dan later op tv, weet je wel, met een kunsthandje. Of op die posters en zo bij ons op school. Nou, en dan nog wat tape eromheen. Waar wou je die bom eigenlijk afsteken? Weet niet, gewoon, ergens. Weet je wat we doen? Ja. We steken hem af in de Vlietstraat. Wanneer? Met oud en nieuw? Nee, gewoon nu meteen. Dan valt toch het meeste op. En dan zullen die dweilers even lekker laten schrikken. Dan kunnen ze zien wie er hier het hardst kan knallen. Kom op, geef hier dat ding. Laat mij hem afsteken. Nee, absoluut niet. Jij blijft hier zitten en ik ga hem afsteken. Thank you.
Behalve een duim en een wijsvinger zal Jorik ook nog een oog moeten missen. En hij zal een reeks van plastisch-chirurgische operaties moeten ondergaan. Toch heeft hij nog geluk gehad omdat hij een leren jas droeg. Zonder deze bescherming waren zijn organen door glasscherven geperforeerd en had hij het ongeluk waarschijnlijk geen eens overleefd. Door dit ongeluk zal hij zijn grootste passie, thaiboxing, nooit meer kunnen uitoefenen. Zijn zorgeloze leventje is ten einde. En voor het eerst in zijn leven...